Vanuit het Sir Winston Leisure Center, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel. Welkom ook voor de mensen hier in onze studio aanwezig en natuurlijk ook voor onze gasten aan tafel. Veel onderwerpen vanavond, ja, want we hebben toch een diversiteit aan gasten aan tafel. En die ga ik graag even aan u voorstellen. Aan mijn rechterhand, voor de kijkers is dat links, Richard van der Zwan. Ja, bekend tegenwoordig in Den Haag als de sportadvocaat, zal ik maar even zeggen. Naast hem Chris Willemsen, voor mij geen onbekende en voor veel Haagenaars zeker geen onbekende. Journalist, schrijver, vorige week nog in het nieuws vanwege de presentatie van de biografie van oud betaald voetbalscheidsrechter John Blankenstein. Uiteraard ook Haagenaar. Gaan we naar de andere kant van de tafel. Het vers bij mij vandaan, Rob Giebe, hoofdtrainer van de zondag derde klasse Graaf Willem II vak. En tevens ook hoofdjeugdopleidingen bij de SV Nooddorp. En naast hem, zoals iedere week, onze sidekick Mohamed Hamdi. Heer ook hartelijk welkom. Ja, Richard, sportadvocaat hier aan tafel. Ja, maar je hebt wel iets met voetbal, want je hebt zelf ook volop gevoetbald. Klopt Tom. Ja. Ja, waar niet zou je zeggen. Heel veel verenigingen. Jeugd, Westkwartier, daarna ADO, regionale jeugd. Vervolgens PDK, Lenig en Snel, Scheveningen, HBS een aantal jaren. UVS en afgebouwd bij Graaf Willem II vak. Ja. De laatste 2 jaar. Veel vereniging, ik mag niet aannemen, weggestuurd bij de andere. Nee. Maar goed, nogmaals, ik las laatst wel eens een keer van dat het vroeger had je het over clubliefde. Nee, goed, ik was dan denk ik een trendsetter, want ik heb regelmatig van club veranderd. Dat klopt. Ja. Omdat je niet meer naar je zin had om gewoon wat anders uit te proberen. Nou, PDK, dat was een hele mooie vereniging waar Dick van der Toorn destijds een aantal jaren een programma had. Een aantal jaren naar de tweede klas, eerste klas. Dat lukte niet. Hij ging weg naar de clubstroom leeg. Vervolgens naar Lens, Lenig en Snel. Een paar mooie namen hè, destijds. Bij Lens? Bij Lens, ja, van de Hoek. Ja, goed, inderdaad, Richard Maarten van de Hoek, Maarten Hoog, Ricky Tjanatjou, Dijkstra, Ton Schavendijk, een hele leuke team. En, ja, we werden gesponsord door Duinzicht, dus het was echt een hele leuke club. Goede groep, goed voetbal. Alleen ja, ik was een student en een autootje heen en weer rijden, 3 keer per week. Dat was een beetje erg lang, dus ik ben wat dichter bij huis gaan voetballen, daarna bij Scheveningen. Dat was een hele cultuurshock. Want daar was het inderdaad de kratten bier en de zware check in de kleedkamer. Dus dat was toch een beetje anders dan ik gewend was. En daarna ben ik een aantal jaar bij HBS gespeeld. En daar heb ik het ontzettend veel naar mijn zin gehad. Trainersdiploma gehaald. Huip Ruigrok, ik later nog bij haar bij Graaf Willem tegengekomen. En die heb ik gezegd, joh, doe de trainersopleiding. Oefenmeester 3 gedaan en daar was... Ruud de Groot was mijn docent en die vroeg of ik naar UVS kwam voetballen. En zodoende heb ik nog bij UVS gespeeld. En dat was niet te ver toen? Dat was ja, maar goed, dan was ik inmiddels had ik mijn eerste centen verdiend en had ik een auto. En bij UVS kreeg je af en toe nog wel wat toegeschoven. En als laatste daarna nog bij FUK gespeeld. Ik vergeet er nog eentje bij FUK, bij Rob Jansen weer. En uiteindelijk dan bij... Bij Graaf Willem, dus ik heb een groot aantal verenigingen wel gehad, ja. Kortom, als jij zaken behandelt, ook van voetbalclubs, dan weet je in ieder geval waar je het over hebt. Chris, ja, ik heb het al gezegd, de biografie is vorige week gepresenteerd in het Hilton in Den Haag van John Blankenstein. Het aardige was dat het idee, dat is ontstaan eigenlijk bij de loting van het Haaglander voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup. Ja, in februari 2015. Daar was Jurie van der Buske van Voetbal International, de huidige adjunct hoofdredacteur van Voetbal International. En Karin Blankenstein was er en Rob uiteraard. En toen hadden we het dus over de gemeenschappelijke factor, John Blankenstein. En toen zeiden we, god, het is volgend jaar alweer 10 jaar geleden dat hij er niet meer is. Want hij is in 2006 overleden. Daar moesten we maar eens een boek van maken. Dat zeg je dan heel makkelijk. En dan vervolgens ga je kijken of dat ook te realiseren is. En toen zei Karin, je moet maar eens bij mij thuis komen kijken. In Naaldwijk, wat ik heb staan. Ik wist niet wat ik zag. Een kamer vol met reliquieën. Alles heeft hij bewaard uit zijn scheidsrechtersleven, uit al zijn andere levens. Want hij heeft natuurlijk heel veel gedaan in zijn bestaan. En ik ben begonnen en op een gegeven moment dacht ik, nou, laat ik maar eens eindigen. Want anders zou dat boek drie keer zo dik geworden zijn. Ja, het is wat dat betreft, als we het kunnen zien, het is natuurlijk al een hele aardige pil geworden. Ik heb hem al grotendeels doorgeworsteld. Zeer lezenswaardig, prachtige mooie verhaal. De titel is van hemzelf overigens. Ja. Ze lullen maar een eind weg. Want dat ging natuurlijk over het feit dat hij, als hij ook ging speechen en
lezingen gaf en dergelijke. Al die teksten heeft hij opgeschreven van elke lezing die hij gegeven had. En daar stond ook vaak in, ik ben een geboren verliezer, want ik ben scheidsrechter en ik ben homo. Dus ik kan nergens meer winnen, maar ze lullen maar een eind weg, ik kom er wel uit. Hè. Dat was een beetje zijn adagium. Zijn zus vond het ook een prima titel voor het boek, ja. Zei ze vorige week. Ja. Ja, de bedoeling was dat ik eigenlijk dat het een autobiografie moest worden. Maar hij heeft zoveel teksten achtergelaten dat ik het eigenlijk door hem zelf had willen laten schrijven. Nou, dat is niet helemaal gelukt, omdat er een adresboekje kwamen we tegen. Met allemaal namen en adressen in zijn onmiddellijke omgeving. Dus die ben ik maar eens gaan bellen. Dat is van Louis van Gaal tot Yvonne van Gennep en Arnold van der Leijden, Erika Terpstra, allemaal dat soort mensen waar hij mee omging. Maar ook veel Hagenaars, hè? Bas Muis, Kim Holland, waar hij een vrij intieme verhouding mee had, zal ik maar zeggen. Dus iedereen is jaloers, hier hoor ik nu in mijn achterhoofd. Bas Muis, zei ik al, en Henk Bres en dat soort mensen. En hij was op dat gebied dus ook heel erg veelzijdig. Ja, want je noemt de naam Louis van Gaal. Ik weet dat Louis van Gaal is toen in zijn laatste dagen, toen nog in het toenmalige Leienburg ziekenhuis lag, bij hem op bezoek geweest. Heel emotioneel is dat geweest. Ja, dus tot diep in de nacht hebben ze daar met Truus erbij hebben ze daar zitten filosoferen over het leven. En dat was inderdaad kort voor zijn dood. Want hij had nog wel wat ouder kunnen worden, maar dan had hij een operatie moeten ondergaan en allerlei kuren. En hij zei op een gegeven moment, ja, dan daarna thuis alleen. Ik kon nog geen ei koken of bakken. Dan moet ik een beetje doodgaan als een oude nicht. Dat heeft niet zoveel zin in, dus laat maar zitten. Goed, gaan we even naar de overkant van de tafel. Gaan we nog wat vrolijkere verhalen toe. Rob Giebe, trainer bij een ambitieuze club die sportief gezien graag hogerop wil. We hebben het over Graaf Willem. Ja, Noordorp ook hoor. Ja. We staan al bovenaan. Ja, Graaf Willem, ja, nou inderdaad. Enkele jaren geleden heeft het hoofdbestuur de wens uitgesproken om richting een stabiel tweede klassenniveau te gaan, te groeien. Vorig jaar ben ik begonnen bij deze club en dan hebben we een plan gemaakt, een technisch plan voor de komende 3 jaar. Nou, we zitten nu in het tweede seizoen. We proberen een fundament te leggen en dat we dan het komend seizoen, ja, dat we de stap kunnen maken. Maar het is niet erg als dit seizoen lukt, hè? Nee, dat is ook niet erg. Je moet je wel afvragen of je er klaar voor bent. Dat je geen yo-yo vereniging wordt, want dat zie je natuurlijk veel gebeuren. En onze club, we praten over ons, maar onze club, Graaf Willem, is natuurlijk erg afhankelijk van de jeugdopleiding. Men heeft voorwaarden gesteld aan het groeien richting die tweede klas. En dat is niet betalen van spelers. En zoveel procent, 60-70% eigen opgeleide jongens in, in de selectie. Nou, dat houdt in, gelijk, dat je dus zeer afhankelijk bent van het doorstromen van goed opgeleide jeugd. Minimaal derde divisieniveau. Nou, en daar zit natuurlijk wel een punt. Ja. Want dat heb je niet zo makkelijk in 2-3 jaar. Dan praat je over 10-15 jaar. Maar goed, de club heeft wel een geweldige mooie jeugdafdeling. Ach, ik weet nog jaren geleden was er eigenlijk helemaal niets. Nee. Het heeft men het in gang gezet. Weten dat het een aantal jaren gaat duren. Juist. Maar als je dan nu kijkt. Er zit een enorme potentie. Enorme potentie. Je hebt geloof ik 70 jeugdteams. Ik geloof dit jaar zelfs 72 jeugdteams. Maar goed, als je naar de voorbeelden kijkt van clubs om je heen. Noem maar een paar, Kwik Velo HBS, of nee, Kwik Velo, ja, HBS, Westlandia. En dan met name Velo en Kwik, eerste klasse, hoofdklasse. Ja, dat niveau is over 10, 15 jaar gewoon haalbaar, mits je de jeugdopleiding op dat niveau hebt staan. Ja, qua accommodatie zijn jullie er klaar voor, meer dan klaar voor, denk ik. Nou, ik weet dat er plannen zijn. Continu. En de mannen achter mij kunnen dat veel beter vertellen, want ik ben daar niet echt in thuis. Maar ja, er staat wel wat in de stijgers. Maar het is wel een hele nostalgische kandidaat, iets wat HVV heeft. Die hebben toen ook verbouwd, zijn toch een beetje in die stijl gebleven. En dat heeft toch ook Graaf Willem wel, denk ik. Dus. Ja, nou, ik heb met Gerard achter mij erover gesproken. Ik heb me laten vertellen dat het een strandtent, een strandpaviljoen is geweest. Ik moet even kijken, Gerard. Klopt, hè? Ja. Nou, maar zo oogt het ook wel. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar goed, los van het clubhuis, we moeten clubhuis zeggen. Geen kantine, toch? Nee. Clubhuis. Ja, zoals je noemt het paviljoen. Daar moest ik ook even aan wennen. Paviljoen heb ik ook wel eens gehoord, ja. Paviljoen. Los van het clubhuis, wat wij natuurlijk graag zouden willen hebben,
spreekkamers, wat meer ruimte voor de fysio's en dat soort zaken. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Maar ja, eten met de hele groep in de kantine is ook gezellig. Heb je gezien, hè? 45. Tuurlijk. Ik wil zeggen 45 man, maar er zitten ook de dames bij, hè? Ja, dames één. Ja. Ja. Rob, hebben jullie qua selectie dit seizoen wel de jongens ervoor om te promoveren, denk je? Ja. Nou ja, je weet, kijk, dit soort vragen zijn altijd lastig. Daarom stel ik ze. Ik ben niet een trainer van een dubbele agenda, dus ik vertel het graag allemaal zoals het is. Maar ik wil weer geen druk leggen op die mannen. Dus wat wij hebben gezegd, willen weer gewoon zo goed mogelijk presteren. Fundament leggen voor het komend seizoen alweer, voor het derde seizoen. En heel direct op jouw vraag te antwoorden. Ja, we hebben er de spelers voor. De groep is er klaar voor. Maar je ziet afgelopen zondag, en dan wijs ik even naar Baris. Dat is onze spits van dit seizoen. En die valt in de 14e minuut weg. Ja. Daar heb je wel mee te maken. Ja, absoluut. En dat is de man waar het een beetje op geënt was in de voorhoede. En dan valt hij uit. En dan is het lastig om een doelpunt, om doelpunten te maken. En dan speel je 1-1. En dan zie je dat de concurrentie toch de punten pakt. Dus in dat opzicht zitten we er niet zo breed in. Nee, maar goed, uitdaging voor de andere spelers om die doelen zonder meer, te zonder maken. Meer. We gaan dadelijk verder praten, met name ook even over de boek van John Blankenstein. Maar we gaan eerst eventjes terug naar vorige week. Want toen was de boekpresentatie in dat prachtige Hilton Hotel in Den Haag. En het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de, Chris zei het al, Haagse acteur Bas Muis. Wij maken er wat opname, daar gaan we even naar kijken. Bas, John Blankenstein, in zijn periode als scheidsrechter kon hij weinig met ADO Den Haag. Maar daarna, je hebt hem vaak meegemaakt op de tribune, heeft hij dat ruimschoots ingehaald. Ja, het is natuurlijk een oud topscheidsrechter en die moet er neutraal zijn. Dus in die periode kon hij nooit zijn liefde voor ADO Den Haag laten zien. Maar na de hand op de tribune, toen hij helemaal gestopt was als scheidsrechter en hij elke week, want dat kwam, die bij ADO op de tribune zat, bleek des te meer dat hij een groen-geel hart had. En dat verbaasde me eigenlijk wel, want ik wist natuurlijk wel dat hij uit Den Haag kwam. Maar dat hij zo openlijk liet blijken dat hij voor ADO was, dan zou je bijna denken van hoe zat dat dan in die tijd dat hij een zwart truitje aan had op het veld? Was hij dan niet ook voor ADO? Nou, ik heb daar natuurlijk met hem over gesproken. Hij zei van dat heb ik altijd kunnen scheiden. Maar daarnaast heeft hij die liefde voor ADO ruimschoots goed gemaakt, inderdaad. Op de tribune, kijkend naar zo'n wedstrijd, was hij dan mild over scheidsrechters of gaf hij wel echt zijn mening? Nee, hij was helemaal niet mild over scheidsrechters. Als hij een fout maakte, dan maakte hij ze echt genadeloos met de grond gelijk. Maar ook spelers die niet goed genoeg waren in zijn ogen, die moesten ook niet alleen stoppen met voetballen, maar gewoon echt helemaal naar een andere planeet verhuizen. Zo erg was het dan met hem. En dan gebruikte hij dit allemaal zelfgebrouwen scheldwoorden voor. Of anekdotes die hij nog over die spelers had. En dan hoorde je allemaal dingen die ik nog nooit in de voetbalpraatprogramma's had gehoord. Ja, en dat was schitterend om mee te maken. Ik ging eigenlijk niet alleen voor ADO naar het stadion toe, maar ook voor John. En dan het ontvangen van het eerste exemplaar van zijn boek, dat is natuurlijk voor jou ook bijzonder. Ja, ik wist van tevoren helemaal niet dat ik het eerste exemplaar van het boek zou mogen ontvangen. En in mijn ogen zijn er veel mensen die eer zouden kunnen hebben. En hij vroeg mij, dus dat vond ik echt super gaaf. En daarmee kan ik John ook nog een klein beetje eren. En dat vind ik geweldig. Ik vind het gewoon een eer om in de buurt te hebben mogen zijn van John op de tribune. En hem te mogen leren kennen. Dat is gewoon een eer. En uiteindelijk zo'n boek ontvangen, is daar eigenlijk een bekroning op. Tot zover Bas Muis vorige week bij de presentatie van het boek in het Haagse Hilton Hotel. Chris, vaak wordt er gezegd, een scheidsrechter moet zelf ook een beetje op niveau gevoetbald hebben om iets aan te voelen. Nou, John kreeg nog niet de bekende Nivea-bal weg, maar is toch een topscheidsrechter geworden. Ja, de uitzondering die de regel bevestigt. Ja. Hij kon er inderdaad, zoals hij dat zelf zei, geen hout van. Maar hij was al heel vroeg, of op een hele jonge leeftijd, ging hij al mee naar voetbalwedstrijden met zijn buurman. Buurmannen moet ik zeggen. Die bij hem op hetzelfde portiek woonde op de Middenstokelaan. Ben Hoppenbouwer eerst en Leo van der Kroft later. Hij heeft vele tientallen, zo niet honderden wedstrijden van beide scheidsrechters gevolgd. Als een soort supporter van de scheidsrechter. Zo is hij die liefde voor dat vak, of voor die hobby gaan oppakken. En hij begon op een gegeven moment zelf jeugd te fluiten. C32 en zo, jeugdwedstrijdjes met een
Er staan wat foto's in het boek. Dan zie je hem in een outfit uit de jaren 20 met een lange broek en een grote bril met donkere glazen. Hij zag er niet uit, zal ik maar zeggen. Maar hij ontwikkelde zich daar heel snel in en werd dus de niet-voetballer die een groot scheidsrechter werd. Ja, helemaal duidelijk. Want ja, hij werd dan getypeerd als iemand die, hij was nergens bang voor. Hij had veel vrienden, maar ook vijanden. Ik zei hem nergens bang voor, maar ja goed, het enige waar hij bang voor was de eenzaamheid. Ja, de eenzaamheid. En hij heeft natuurlijk in zijn leven ook veel worstelingen gekend met zijn homoseksualiteit al op jonge leeftijd. Waar hij zichzelf vaak opsloot in zijn kamertje. En gewoon niet uitkwam, omdat hij niet wist wat hij moest doen. Simon van Aken, zijn baas destijds, ook een bekend Haagse scheidsrechter die hem dan met de fiets kwam halen. En zei, kom op, tomorrow is another day. We hebben allemaal wel eens een probleempje, we gaan gewoon door. De zon schijnt elke dag. Nou, dat heeft hij opgepakt en later is hij echt gaan vechten en is daar bovenuit gegroeid. En een echte meneer geworden op alle vlakken. Goed. Richard, gaan we naar jou toe. Advocaat, sportadvocaat wordt dan ook gezegd. Je ook de zaak behandeld van Haaglandia. Nou, ik moet niet zeggen behandeld, want misschien die zaak is helemaal nog niet zozeer voorbij. Want ja, het was toen een kort geding. Dan hebben ze mij altijd verteld, dan moet er een spoedeisend karakter aan ten grondslag liggen. Dat is hier nog niet gebleken, want ja, spoedeisend. Want de club moest standen pay van de accommodatie af. Er gebeurt nu nog niks daar. Nou ja, spoedeisend belang is in de ogen van de voorzieningenrechter, de kortgedingrechter, is dat wel gebleken. En de voorzieningenrechter heeft zich gebaseerd op hetgeen dat de advocaat van de gemeente Rijswijk is aangevoerd tijdens het kortgeding, ook keurig netjes in de pleitnota, dat de gemeente Rijswijk in vergaande onderhandeling was met een aantal zeer gegadigde partijen om inderdaad op het complex te komen voetballen. Ik heb toen ook gevraagd welke partijen zijn dat dan. Daar wilde men niet op reageren. De voorzieningenrechter heeft ook heel uitdrukkelijk in zijn vonnis gezegd van ja, ik begrijp dat de gemeente daar niet over wil uitweiden. Want ja, nogmaals, dat ligt allemaal zeer gevoelig, vertrouwelijkheid. De zaak staat behoorlijk in de aandacht en eventuele uitkomst van dit kort geding. Dus ik ga daarmee akkoord dat dat niet genoemd wordt. Maar daar geeft de voorzieningenrechter wel mee aan dat hij afgaat op hetgeen door de advocaat van de gemeente is verklaard. Ja, en dan verbaas ik mij dat begin september... Ja. Dick Jensen heeft een aantal vragen gesteld in de gemeenteraad van Rijswijk. En daar wordt letterlijk gezegd van ja, dat we hebben nu onze handen vrij om te kunnen gaan praten met kandidaten. Kort, ja inderdaad. Kijk, het vonnis is gelijk betekend door een deurwaarder. Binnen 3 dagen gingen de dwangsommen lopen. Dus ja, wat dat betreft heeft Haaglandia gezegd van ja, we kunnen niet het risico lopen dat die dwangsommen verbeurd worden. Dus we kunnen niet een ander terrein. Toen de KNVB heeft gezegd, je moet een ander terrein hebben, anders word je uit de competitie gehaald. Dus dan denk je als de gemeente dat doet, dat er iets achter zit en dat er heel snel al op dat terrein weer een andere sportactiviteit zal worden ontplooid. Maar ja goed, we zijn een aantal maanden verder nu. En nog steeds niet. En ja, de vraag van Dick Jensen, ja, nogmaals, we hebben zelf gehoord dat er een, goed, dat lees ik in de pers, ik weet dat niet precies, maar dat er beter Rijswijk en Braam ook iets heeft opgeworpen dat er nu een voetbalschool of jeugd een doorstart gaat maken. Dan denk je, ja, dat is geen spoedeisend belang. Ja. Want dat zijn allemaal plannen die nog van de grond moeten komen. En ja, dat is wel iets wat je natuurlijk denkt van, nou ja, is daar inderdaad wel deugdelijk informatie verstrekt aan een rechter. Dus ja, je zei terecht, ligt al een aantal maanden achter ons. Ik zou graag nog inderdaad die handschoen oppakken en ooit een keer in een bodemprocedure vragen, joh, wat is hier precies aan de hand geweest? En feitelijk kan het nog, want ja, je leest overal dat Haaglandia, ja, in staat van faillissement zou verklaren. Dat is niet zo, nee. Maar niets is minder waar. Wat ik ook opvallend vond, dat in de media is ook altijd gesproken over een huurschuld van rond de 70.000 euro. Nou, in de stukken staat duidelijk een heel ander bedrag. Ja, dat is een typisch geval van papegaai. Iemand roept het en iemand de rest gaat het naroepen. Maar goed, in de stukken, en die zijn allemaal openbaar, die kan je ook op w.rechtspraak zien. Daar staat heel duidelijk dat er 24.000, 25.000 euro huurschuld op dat moment was. En dat de rest WOZ-aanslagen zijn. En dat zijn aanslagen door de gemeente zelf op basis van de waarde van het clubhuis. Dat ze zelf taxeren op 1,1 miljoen. Ja, hoe hoger je dat taxeert, hoe meer WOZ je gaat vorderen. En ja, dan loopt die schuld op. Maar aan de andere kant, ja, dat clubhuis vertegenwoordigt wel een waarde.
staat te koop, heb ik begrepen, nu van Haaglanden. Een groot bord erop viel. Dus als er gegaan er zijn, ze zijn welkom. Want als dat voor een goede prijs betaald kan worden. Kan dat, want het staat op grond van de gemeente. Ja, maar goed, het is een recht van overpad. De eigendommen, stenen en de opstallen zijn van Haaglandia, van de vereniging nog steeds. Dus dat vertegenwoordigt een waarde. Dus strikt formeel zou je het kunnen verkopen. En met de opbrengst, de meerwaarde, zou je de crediteuren kunnen voldoen. En dan zou Haaglandia als vereniging gewoon gezond kunnen zijn en volgend jaar weer een competitie meedoen. Maar de gemeente kan toch ook tegen de club zeggen van, het klopt, het is van jullie, maar de grond is van ons. Neem het maar mee, die stapelstenen. Dat kunnen ze zeggen, maar goed, nogmaals, daar zal natuurlijk wel een stukje waarde aan gekoppeld worden. En ja, ongerechtvaardigde verrijking, ja, een heel juridisch verhaal. We hoopten, tenminste Haaglandia hoopt in ieder geval, dat er enig signaal komt van de gemeente. Joh, we hebben inderdaad dat spoedeisbelang, die vereniging die hier graag wil spelen, die heeft de clubaccommodatie nodig. We willen dat voor jullie kopen, maar ja, die gegaan die heeft nog niet aan de poort geklopt. En de club is dan misschien schuldenvrij of grotendeels schuldenvrij en kan een aantal ja, schuldeisers ook keurig voldoen. Dat zou kunnen en de vereniging is niet opgeheven. Dat kan ook nog niet, want er is nog geen ledenvergadering erover geweest. Want dan moet je formeel allemaal volgens de statuten moet je er allemaal keurig netjes alles doorlopen. Maar het zou, als de clubvereniging dus schuldenvrij zou zijn, zou dat betekenen dat Haaglandia volgend jaar gewoon weer een doorstart zou kunnen maken. En eerlijk gezegd, ja, door de actie van de KNVB dat Haaglandia heel snel van het veld af moest, is op een gegeven moment Haaglanden gezegd, we kiezen eieren voor ons geld, want het risico wordt te groot. Ja. Maar hoe langer die tijd nu gaat lopen, ja, hoe meer bij Haaglanden het idee gaat postvatten van ja, is er toch een mogelijkheid voor een doorstart? En die, ja, die kans wordt steeds reëler, hoe langer dat gaat duren. Maar dat zal dan wel op het lage niveau. Ja, geen gang, Geertjes. Nou, als ik als nieuwe club daar mijn thuishaven van wil maken, dan wil ik misschien best die kantine en die tribune hebben. Maar waarom zou ik dan die 70.000 euro schuld gaan afbetalen? Ja, dat doet het niet. Maar nee, die blijft dan niet. Toch staan? Die staat, maar kijk, het clubhuis vertegenwoordigt een waarde van 1,1 miljoen met de opstallen. En ja. daar zit een relatief geringe schuld op. Dus ja, als iemand dat clubhuis wil hebben, dan moet hij het of huren of liever kopen. En daar moet hij een prijs voor betalen. En als je daar een relatieve prijs voor betaalt van de helft bij wijze van spreken, dan is het al voldoende om de crediteuren te betalen. Sterker nog, er lag een crediteurakkoord. Iedereen mee akkoord ging, behalve de gemeente. Zelfs de Belastingdienst was akkoord, want dat staat ook in een stuk. Ja, de Belastingdienst gaat niet akkoord, maar de Belastingdienst was eigenlijk al akkoord met het crediteurakkoord. Dus ja, als je creatief daarmee omgaat, althans, ja, je zou zeggen, oké, gemeente, kunnen we hier iets helpen dat iedereen daarmee geholpen is, dan zou er een oplossing mogelijk kunnen zijn. Maar stel, er komt een doorstart, dan moet Haaglandia weer gewoon laag beginnen met voetballen. Dat zit erin, ja. Je zou bewijzen eigenlijk, toch? Ze zijn uitgeschreven bij de KNVB. Ja. Gek, toch? Die is heel vreemd. Volgens mij kan je je niet uitschrijven bij de KNVB. Nou ja, goed. Zolang de club niet failliet is. Nee. Of klopt dat niet? Nee, maar je moet voldoen aan een aantal criteria om lid te zijn bij de KNVB als club. En een van die criteria is, je moet beschikken over een accommodatie die geschikt is. Heb je die accommodatie niet? Ja, prima. Dan mag je als club wel bestaan, maar je speelt niet in de competitie. Nou, maar stel, er komt een doorstart en de club bestaat nog. Kan je dan niet terug eisen dat je hoofdklasse speelt? Nou, hoofdklasse denk ik niet. Maar nogmaals, je ziet wat er met de jeugd is gebeurd. Een deel van de jeugd van Haaglandia speelt nu gewoon onder andere naam op hetzelfde niveau. Je zou dus kunnen zeggen, KNVB, dit is er gebeurd. Feitelijk had het niet nodig geweest. Precies. Stel nou dat wij gewoon hadden gespeeld dit jaar. Degradeer al onze teams één klasse. En wij gaan gewoon volgend jaar in één klasse lager. Eerste klasse. Gewoon eerst, nou ja, goed. Ja, eerste klasse. Eerste klasse spelen. Ja. Maar dat kan voor alle teams gelden. En nogmaals, ja, dan zit de KNVB ook niet met een probleem, want ja, de clubs die zijn gedegradeerd de klas laag en ze kunnen gewoon de promotie-degradatieregeling voor andere klassen hanteren. Dus je zou dat als KNVB ook kunnen oplossen. We gaan er zo verder over praten, want ik wil even naar de overbuurman, naar Rob Giebe. Rob, van de week, waar waren jullie op de training? Wat me opviel, een enorme grote groep om mee te werken. Dat is als trainer natuurlijk wel eens lekker, want ja, ik zie ook wel eens trainingen bij verenigingen. Nou, dan zijn ze blij als ze nog een partijtje kunnen doen. Nee, dat is bij ons gelukkig niet het geval. Nee, opkomst is goed. Nee, dat moet ook natuurlijk. Ja, nou zijn jullie vorig jaar met selectie ook voor de eerste keer in het bestaan van de club trainingskamp geweest in het buitenland. Ja, geweldig. Dat smaakt dan meer, denk ik. Ja, zonder meer. We zitten morgen, Bart en ik, zitten morgen weer te lunchen op Kijkduin. Met appeltaart? Zeker, met appeltaart. Ja, ze hebben gelezen. Jij hebt iets gezegd misschien. Ja, en niet één appeltaartje natuurlijk. Ja. De man twee. Hij houdt er niet van. Nee. Ja. En dan gaan we weer beginnen. Dus dan gaan we weer praten over hoe we het gaan invullen. Jongens hebben natuurlijk een belangrijke stem erin. We hebben natuurlijk de TC, het bestuur.
En dan willen we, nou ja, op zo kort mogelijk termijn weer duidelijkheid hebben. Goed, we gaan eens even kijken, want we waren van de week op de training op de Roggewoning. En daar hebben we wat beelden gemaakt van die training en ook natuurlijk na afloop dat eten. Gaan we even naar kijken. Een donderdagavond op de Roggewoning. Haaglanden voetbal te gast bij Graaf Willem II vak. De selectie in training onder leiding van trainer Rob Giebe. Een partijspel over het hele veld. En wat de bedoeling is, er werd ook gescoord. Na afloop kort nog even een bespreking. Dan de gezamenlijke prima maaltijd in het knusse clubgebouw. Applaus voor de kop! Een mooie groep, hè Rob? Inderdaad. Ja, zonder meer. Ja, dat is een hele mooie groep. We gaan eens even kijken, want we gaan even babbelen met een paar spelers. Te beginnen met Tom Jansen. Je had altijd goed is de microfoon bij de hand. Een speler die... Wat ze zeggen, altijd voetbal met zijn hart. Hoe doe je dat? Dat klopt. Hoe doe je dat dan? Technisch niet zo goed zijn en elk duel willen winnen. Ik heb ook eens begrepen dat je een beetje roofbouw pleegt wat betreft de fysieke gesteldheid. Ja, vertel meer. Nou, drie keer sporten per week. Dan raak je misschien wat blessuregevoelig of niet? Ja, ik sport wel genoeg. Alleen ja, ik werk ook in de horeca. Dus misschien komt het daardoor dat ik heel veel uren maak op mijn knieën. Heb ik altijd al gedaan. Dus ik denk dat daar ook wel de blessures een beetje doorkomen. Doordat ik 12 uur per dag op mijn voeten sta. Nou ja, je zit in de horeca, dus ja. Ja, dan ben je automatisch ook een beetje de grappenmaker van de stijl. Hè? Ja, soms wel. Ja, want dat hoor je wat jongens. Die moet uiteindelijk ook wat grappig zijn als ze in de horeca werken, toch? Ja, zeker weten. Zeker. En de tijd komt er straks weer aan. Dan moet je ook weer zorgen voor de oliebollen, geloof ik. Voor de oliebollen. Ja. Dat kan eventueel. Ja, ik stond 3 jaar in de oliebollenkraam. Nu niet meer. Nu niet meer? Dus nee, dat gaan ze allemaal missen dadelijk? Ja, nee. Ik kan het nog wel regelen. Oké. Reken erop de trainer. Reken er helemaal op. Ja, zeker. Jimmy Hofman. Zit daarachter. Verdedigende middenvelder. Je bent met de trainer meegekomen, hè? Ja, dat klopt. Ik speelde bij Erasmus. En eigenlijk een half seizoen vertrok Rob alweer. Dus gewoon een seizoen afgemaakt. Ja, daar zullen we het niet over hebben. En daar zal ik verder niet op ingaan. Nee. Maar aan het eind van het seizoen benaderde hij mij en ook mijn collega naast mij om bij Graaf Willem te komen spelen. En naar een goed gesprek en te kijken wat voor vereniging het was, dacht ik me dat wel goed... bij mij paste, dus die stap gemaakt. Ja, ja. Woon je in de buurt bij Erasmus of niet? Nee, ik woon dichter bij Graaf Willem. Dus dat was niet zo'n probleem? Nee, dat was het probleem niet. Nee. Nou goed, je zit er maar kort, maar je bent toch inmiddels al de derde aanvoerder. Ja, inmiddels wel. Dat heet dan derde aanvoerder, ja, en niet de derde aanvoerder. Het is benoemd. Het is, ik heb nog nooit die band omgehad in een wedstrijd, maar daar niet van. Maar ik ben het wel. Oké. Najit, Mike? Van Beurden, ook overgekomen van Erasmus. Ja, klopt. Ja, hetzelfde pad bewandeld als Jim. Ja, ja. Wie nam het eerste initiatief? Was dat Jim of was jij dat? Nee, alles ging in goed overleg, hoor. Ja. Dus, ook vorig seizoen gekomen? Ja, vorig seizoen, maar het was niet zo'n geweldig jaar voor jou, hè? Nee, met veel blessures. Ja, ik had een slepende blessure aan mijn knie. Nog steeds niet zeker wat het was, maar het is overgegaan. Dus nu eindelijk weer fit. Ja, en dan nu sta je in het centrum van de verdediging. Ja. Sterk in de lucht. Ja, daar moet ik het wel van hebben, ja. Ja, het gaat goed tot nu toe, hè? Ja, gaat wel lekker. Geslagen. Ja, en het is lekker om sowieso weer te kunnen voetballen. En dan als het nog goed gaat, dan is het helemaal leuk. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Want ja, vooral als het goed gaat, je hebt blessure leed. Naast je zit Baris Sahin. Ja goed, je zit in korte broek, dus niet vanwege de zomer. Maar de knie zit goed ingepakt. Het is fout gegaan afgelopen zondag tegen DL. Vertel eens. Ja, ik trok een sprintje. En bij een duel kreeg ik een duwtje. Waarbij mijn voet bleef haken en mijn knie... Mijn knie van rechts naar links bewoog. En een knak hoorde. Je hoorde dat hoor je zelf, ja. Ja, dat was einde verhaal. En wat is de diagnose al gesteld of nog niet? Ze gaan ervan uit dat we
kniebanden zijn afgescheurd. Dat is minder? Ja. Is het nog niet, wanneer moet er een onderzoek verder plaatsvinden? Er is een foto gemaakt en een arts heeft ernaar gekeken, maar hij zei, ga er maar vanuit. Volgende week krijg ik een MRI. Ja, ja. Dan is het... Seizoen voorbij? Hopen van niet, maar denk het wel. Ja, dat is triest, hè? Vooral als het nu zo lekker gaat met de club. Ja. En ik hoor de trainer zeggen, als je nog belangrijk bent ook dan. Ja, toch? Ja, als de trainer het zegt. Ja. Je hebt bij FUK ook nog gespeeld, hè? Ja. Want je was een keer topscorer van Den Haag. En toen speelde je ook bij Graaf Willem. Ja, 2 jaar terug. Ja, ja, dan trekt, het, trekt de club toch wel weer aan, hè? Ja. Je hebt bij FUK niet kunnen vinden wat je zocht. Nee, niet echt. Nee. Nou goed, we gaan er even naar de teammanager. De grote regelneef van de ploeg, Bart. Ja, zegt het, ja. Ja, dat is toch zo? Ik bedoel, er wordt ook weer gesproken over trainerskamp. We regelen het met elkaar. Ja, ja. Dus, ja, ja. En wat ik zei was waar, hè, op Kijkduin, als jullie met elkaar babbelen, koffie en natuurlijk appeltuin met slagroom erbij. Ik was het niet zo gewend, maar dat is, als je moet in ieder geval de tijd inruimen in je agenda op het moment dat je met Rob daar een afspraak maakt. Ja. Die loopt altijd wel iets uit. En dan beginnen we met 1 kopje koffie en een appelgebakje met slagroom. Maar dat wordt inderdaad wel eens meer als het gesprek dan wat langer duurt. Ja, dus en altijd op vaste plekken, kijk daar. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ik er een reclame mag maken hier. Waarom niet? Ja, is het BLT heet het? BLT? LTT. LTT heet het, ja. Oké, maar goed, in ieder geval, ik ken jij uiteraard nog uit de periode bij ADO. We zaten samen in het bestuur van de businessclub, maar je hebt wel je draai kunnen vinden weer bij Graaf Willem in Os. Jawel, nou ja, nog als ik voetbal zat bij Graaf Willem en eigenlijk via een toevalligheid ben ik uiteindelijk bij het eerste team terechtgekomen. Dat was nooit, niet gek bedoeld, maar nooit echt de ambitie geweest. Ik vond het gewoon leuk om te voetballen daar, wel een heel leuk team. Dat team is er nog steeds, inmiddels wel wat verdeeld. Je zegt ook voetbal bij Graaf Willem of is het een beetje bewegen? Voetbalde. Nee, bij mij was het een beetje bewegen. Ja, ja. Nee, we hebben in ieder geval de enige beweging in de week. Ja, ja. Nee, maar ik voetbalde in een hartstikke leuk team en ik had last van kuiten. Ook een keer was je een half jaar aan het spelen en dan was je de hele week aan het revalideren. Dat vond ik eigenlijk een beetje zonde van de tijd. Dus ik had zoiets van, nou ja, ik moet dan wat anders gaan doen. En toen werd ik gevraagd om bij het eerste team te komen. En dat is dus nu, dit is mijn derde seizoen. Dus 1 seizoen voor de helft onder je toentijd Jeroen Hoefnagel nog gegaan. Die werd toen halverwege het seizoen vervangen door Colin en door Erik Retel. Ja. En vanaf vorig jaar is Rob erbij gekomen. Nou, dus, jij bent heel erg naar je zin en dat geldt voor alle andere spelers. Jongens, heel fijn dat jullie waren. Ik wens jullie heel veel succes. Komend weekend al tegen Sepp, geloof ik. Hè. En dan eind van het seizoen zorgen dat er wellicht een prijsje te winnen valt. Wij gaan verder aan tafel en ik wilde met Chris nog even over John Blankenstein. Want over die man zijn ook heel wat hoogtepunten ook te vertellen, maar ook dieptepunten. Hij was ooit aangesteld voor de Europa Cup 1 finale. Prachtige finale tussen AC Milan en Barcelona. Daar werd hij van afgehaald, ja, onder een hele vreemde reden. Ja, een paar dagen van tevoren kreeg hij een berichtje van de UEFA dat ze een andere scheidsrechter voor die wedstrijd hadden gekozen. Omdat hij zogenaamd partijdig zou zijn. Cruijff was trainer van Barcelona en Koeman speelde daar onder meer. Dat was wel een enorme teleurstelling. Maar later kreeg hij via Italiaanse journalisten te horen dat ook zijn homoseksualiteit daar een rol in heeft gespeeld. Want in Italië lusten ze je dan niet, als Italië en Spanje in die tijd. Ik weet niet hoe dat nu is. Dat was een nog grotere teleurstelling. Later is hij dat gaan bagatelliseren. Want nogmaals, de vele redenvoeringen die hij hield, speeches en dergelijke. Elke keer heeft hij dat onderwerp ter sprake gebracht. En vertelt dat het in La Gazzetta della Sport stond. En dat was een krant gedrukt op roze papier. Daar maakte hij er dan alweer wel grapjes over. Maar het is tot hij de laatste adem uitblies, is het een zwaar litteken gebleven bij hem. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ik ken ook nog de affaire destijds waar hij altijd is afgeschilderd als de verlinker in de affaire toen met Dick Jong. Hè, het gokjewagen bij de groenteboer. Dat hebben ze na de hand, nadat de zaak ook bij de rechtbank heeft gezeten, bij de rechters geweest. Hebben ze dat nog eens helemaal uitgesproken? Ja, dat hebben ze onderling uitgesproken. Het was echt haat en nijd. John werkte bij de KNVB en kreeg een seintje, of sterker nog, hij kreeg de opdracht van hogerhand. Jol, gok op zijn eigen wedstrijden, zoek dat eens even uit. Achteraf bleek dat het niet zo was, dat weten we allemaal. Jol werd gerehabiliteerd, maar er bleek nog wel een onderlinge band moest dan wel worden rechtgestreken, als het dat Nederlands is. Want Jol ging ook vaak mee als vierde man bij internationale wedstrijden. Hè? Dus ze kenden elkaar heel erg goed. En uiteindelijk is dat in de Zendes is dat uitgesproken. En ze zijn weer, vrienden voor het leven is wat zwaar aangezet, maar geen vijanden meer.
En dat is, was voor John ook een hele prettige gedachte. Ja, heel goed. Gaan we nog even naar Richard. Richard, want heel kort nog even over Haaglanden. Ja, als het aan jou ligt, is de zaak nog niet voorbij. Nee, inderdaad. Ik had heel graag het hoger beroep eventueel voor korte procedure kort ging willen starten. Maar goed, dat is niet gelukt omdat het KNVB heeft gehandeld. Maar ik hoop in ieder geval dat er ooit nog een seintje komt van, joh, zoek dat eens uit in een bodemprocedure. Dat zou inderdaad toch wel een bevredigender einde zijn dan op dit moment. Ja. Met name voor het stukje schade. Met name op het stukje schade en met name ook het vonnis van de voorzieningrechter. Ja, dat denk ik als jurist, nogal niet alleen als voetballer, maar ook als jurist, denk ik van ja, daar is wel wat eer te behalen. Er zijn wat dingen gegaan die niet gegaan zijn zoals ze zouden moeten gaan. Ja. Dat is mijn, dat willen we graag bevestigd zien, helder hebben. Ja. Maar van wie moet je die seintjes krijgen? Nou, het principe van de vereniging. Kijk, de vereniging geeft opdracht natuurlijk om juridische acties te ondernemen. En het bestuur kan natuurlijk op een gegeven moment wel een advocaat inschakelen. Als je gedaagd wordt in een procedure zoals het laatst bij het kort geding, dan moet je een advocaat inschakelen. Maar wil je zelf actie ondernemen, ja, dan zal de voorzitter en het bestuur natuurlijk ook bij de vereniging met de leden moeten vragen, joh, kunnen en mogen we dat en willen we dat nog? Ja. En dat is helder. Ja. Ik wil ook nog even naar een zaak waar je ook volop mee bezig bent op dit moment, is de zaak van HSV Eskamp, ja, tegen de gemeente Den Haag in dit geval. Ja, inderdaad, dat klopt. Want ja, die club is natuurlijk ook van zijn complex afgezet. Ja, gaan nu spelen bij de voormalige locatie van BMT. Nou, daar staan natuurlijk inmiddels portocabines op wat men gekscherend tegenwoordig noemt de duurste betonnen plaat in Nederland. Ja. Ja, of ze er gaan spelen, dat is nog maar even een tweede vraag. Hè. Er is inderdaad door de gemeente aangegeven, jullie kunnen hier gaan spelen. Er zijn wat portocabines neergezet. Nou, ik heb wat vragen uitgezet bij de gemeente van, joh, kleedkamers, waar moet Eskamp zich omkleden? Ja, dat moet dan in de oude locatie. Maar goed, dan is een richtlijn 50 meter. Hygiëne, veiligheid, et cetera. Nou, dat zijn allemaal vragen. Volgens mij is het meer dan 50 meter. De gemeente zegt, wij hebben contact gehad met de KNVB. Nou goed, ook bij Haaglandia heb ik me er eens over verbaasd dat normaal gesproken vroeger, dan had de KNVB contact met de leden, met de verenigingen. Maar tegenwoordig zijn het gewoon de gemeentes die contacten leggen bij de KNVB. En de KNVB geeft dan informatie. Dus ik heb ook gevraagd aan de gemeente, waar staat nou dat die kleedlokalen voldoen? Met andere woorden, ja, mag dat? Maar aan de andere kant, werkt dat ook praktisch? Want ja, je kan natuurlijk niet verwachten dat een vereniging met hun leden en hun jeugdleden op het oude terrein gaat douchen en daar een sleutel moet halen, vragen met een vereniging waar ze eigenlijk mee op voet van oorlog staan. Ja, dat gaat niet werken. Hè? Eskamp heeft in het verleden, 2014, al aangegeven, joh, we hebben fusie bespreken met elkaar gehad. Dat is op niets uitgelopen. Samenwerking is ook niet op niets uitgelopen. Toch wil de gemeente dat met hetzelfde complex ging spelen. Nou goed, met alle ellende van dien. Men heeft nu zelfs een tuchtcommissie in Zeist over en weer bedragen. Dus ja, die twee clubs die matchen gewoon niet. Hè. Dat was te voorzien, maar de gemeente wilde dat toch heel graag. Zag ze waarschijnlijk toch met een probleem geconfronteerd op het BMT-terrein waar de bouwer op dat moment al dan niet failliet ging. Dus ja, dat zijn vragen die allemaal lopen. Die hebben we uitgezet bij de gemeente. Je hebt een wet openbaarheid van bestuur waarvan je eigen moet vragen, de gemeente moet uitgeven. Op basis daarvan zal Eskamp zijn positie bepalen. Maar de leden van Eskamp zeggen nu van ja, joh, wij gaan er niet spelen. Want ja, als we er eenmaal zitten, waar moeten we ons douchen? Waar moeten wij een drankje drinken na de wedstrijd? Ja. Dit gaat hem niet worden. Dus het bestuur heeft geadviseerd om inderdaad per oktober over te gaan. Maar of de leden dat willen, dat is nog even een gaan we dat helemaal afwachten. Ja. Rob, nog even naar jou. Verbaas jou ODB koploper? Kort antwoord graag. Ja, nou ja, ik zit even na te denken. Ik ken ODB natuurlijk niet zo goed. Want ik heb ze 2 jaar geleden heb ik ze zien spelen. Ik neem aan dat het een fysiek sterke ploeg is. En daar kan je wel wat mee winnen. En de nieuwe trainer, Henk Baggerman, is natuurlijk een ODB'er van huis uit. Dus die voegt ook weer wat toe, denk ik, aan dat team. Henk kennende, nou ja, goed. Wij gaan het meemaken over 3 weken. Ja, dan spelen jullie tegen elkaar. Ik wil er nog even één ding aanzwengelen, Chris. In het boek van John Blankenstein staat ook nog inderdaad de zaak die hij ooit aanspande tegen Khalil El-Moumni, de imam, naar aanleiding van zijn uitspraken. Ja, dat heeft hem ook heel veel pijn gedaan. Hij is toen ook naar de rechter gestapt, want die imam die riep dat wij Westelingen lager zijn dan honden en varkens, omdat wij homoseksualiteit accepteren in dit deel van de wereld.
Vervolgens heeft hij met Pim Fortuyn samen geprobeerd om daar... Nee, ik zeg het verkeerd. Hij heeft Pim Fortuyn daarover geraadpleegd. En die zei van ja, wij hebben hier vrijheid van meningsuiting. Dus hij mag dat zeggen. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, dat moet je in je eigen land doen en dat soort teksten, dat snap ik ook wel. Maar hij heeft het toen aangezwengeld bij de rechter, maar hij heeft die zaak verloren om redenen van meningsvrijheid. En, ook dat heeft hem tot laat heeft hem dat bezig gehouden, maar het heeft wel zijn strijd voor homo-emancipatie heeft dat weer aangewakkerd. Want kort na zijn dood heeft zijn zus Karin de John Blankenstein Foundation opgericht. En met de bedoeling om die hele uit de kast affaire, om dat wat groter op te laten, vooral bij jongeren. Want veel jongeren in de sporten, ik kijk Mo nu even aan, ook veel moslimjongeren, die zijn nog steeds angstig. Die hebben nog steeds dat gevoel van, als ik zeg dat ik homo ben, dan word ik in de hoek gezet en dan is mijn leven naar de knoppen. Hoe jij daarin staat? Ja, kijk, iedereen moet voor zichzelf weten. Kijk, wat iemand thuis doet, moet hij ook zelf weten. Kijk, je leeft in een vrij land, lijkt mij. Dus iedereen mag zelf bepalen hoe hij zijn leven indeelt. Goed, dat lijkt me een geweldige afsluiting van dit programma. Want we zitten helaas aan de tijd. Ik had met Ries nog even willen hebben over de zaak van HVV. Die hebben mede door jou toen gewonnen. Zitten we terug in de tweede klas. Zijn ze nu ook trouwens goed begonnen. Met Rob nog eventjes terugbabbelen over de belevenissen in de Algarve. Maar goed, dat komt allemaal nog een keer. En met Chris, er zijn nog zoveel dingen ook over het boek van John Blankenstein te vertellen. Ik noem ze altijd wel eens de verwendprocessen. Hè, dat ze in allerlei landen scheidsrechters proberen te verteren. Prachtige mooie dames. Maar goed, John was niet besteed. En daar de hele organisatie nu in paniek, want die dacht dat ze iets niet goed hadden gedaan. Maar goed, er was genoeg stof, maar helaas zit in de tijd. Ik zou eigenlijk tegen iedereen willen zeggen, koop het boek, dan kun je het hele verhaal lezen. Inderdaad, zeer lezenswaardig. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal aan tafel. Ik dank de mensen hier aan tafel. Richard van der Zwan, Chris Willemsen, Rob Griebe en Mohamed Hamdi. De mensen uiteraard hier in de studio aanwezig. Dank voor jullie komst. En ook de kijkers thuis, hartelijk dank. Haaglanden Voetbal is er weer volgende week.